procedure brengt dan er behoefte te onderbouwen valt. Goed, mevrouw Buikema. Hans Teuners, je bent op dit moment raadsvolger voor de SP. Maar dat blijft niet zo, heb ik gehoord. Nee, onze fractievoorzitter Gesina van der Ven heeft aangegeven te willen stoppen met haar raadswerk. Daarmee wordt Frits Axen de nummer 2, wordt de nummer 1. En ik word dan het nieuwe raadslid voor de SP. En meneer Axen die schuift dan door als fractievoorzitter? Ja, correct. Vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben Hans, ik ben 30 jaar, ICT'er van beroep. En ik ben eigenlijk al sinds 2013 lid van de SP en sinds 2016 ook actief voor de partij. SP is ook naast parlementair actief, buitenparlementair actief en daar ben ik begonnen. Met acties, met marktkraam en ook met mensen langs de deur, want wij willen graag met mensen praten in plaats van over mensen. Het activistische van de SP heeft mij altijd wel aangestaan, maar er hoort ook raadswerk bij. En daarom heb ik mij bij de verkiezingen van vorig jaar heb ik op de lijst gestaan als nummer 4. En onverwacht kom ik nu toch nog, we hebben 2 zetels gewonnen, onverwacht kom ik nu toch nog in de raad. Wat verwacht je nu in de raad te kunnen doen? Nou, in de raad willen wij focussen op de speerpunten van de SP. Wij kijken waar wij de stem van het volk in kunnen terugbrengen. En wij kiezen daarin wel wat belangrijk voor ons is. En je kunt van ons verwachten dat waar het aankomt op beslissingen die mensen raken, dat wij in hun belang stemmen. Maar dat is een vrij generiek verhaal, maar dat zal denk ik elke partij je vertellen. Maar ga je nu ook tomatensoep uitdelen op de Korenmarkt? Nou, dat heb ik al gedaan, dat gaan we ook blijven doen. En wij gaan een balans zoeken tussen het buitenparlementair actief zijn met onze acties en daarin ook parlementair actief zijn met onze rol hier. Je hebt met je zetels in de raad heb je toch een podium. Je hebt middelen die je kan inzetten en met wat er uit onze buitenparlementaire acties komt, willen wij parlementair actief zijn.